Oh, ben het record. Yo jongens, ik ben op het server van Belgian Universe met het kasteelverhaal gedoe. En ik ben dus aan het minen en ik kom hier. Waarom lijkt het zo serieus hard? Ik kom hier gewoon een. Oké, dat was verdacht. Maar er zijn geen creepers op deze server gedoe ding. Maar ik heb blijkbaar wel veel spinwebben. En ik heb dus gewoon een cave gevonden met hout en al die kevers. Hoe je dat ook mag noemen. Dat is wel even cool. Yo, ik vind er kei veel in deze cave. Oh, Emerald. En ik word tegen frameraped. Maar echt serieus, nee. Dus, ja, ik ga dat proberen mijnen. Waarschijnlijk ooit weer al dood. Is er toch geen lava achter? Nee. Oeh, ik ben level 7. Oh, ik verschiet mij altijd rot. Ik ben level 7 door al die kooldinges te pakken. Hé, hey, maar niet meer mooi zijn, man. Allee, zeg. Ja, dat is wel beter. Dat was de simpelste manier, zeker. Ik heb niet eens een emmer of zo, dus... Dat gaat het beste. En je waren aan het... Juist aan het typen. Met Soul Siege ook in deze game en Gimme Fire the Nation. Dus dit zal waarschijnlijk de video zijn die je als eerste zal zien. Ik word gewoon serieus getrold door die lava. Wacht, hè. Nee. Oh, wonderbaar. Voilà, zie je, we een emerald. Nu voel ik mij zwak. Oké, jongens, yo. Dit is een koe. Dit is wat ik uit de cave gehaald heb. Ja, geen zeer veel kool eigenlijk wel best. En ook gold, iron ore, redstone en een emerald blokje. Fantastisch toch? Oh nee. Er vliegen kanonballen over. Oh, dit moet ik aan koning Opster vertellen. Ik ga aanvallen. Oh nee, we worden aangevallen. Oh nee, we moeten wegblijven uit zijn koninkrijk. Nee! Ik ga aanvallen. Hij weet het niet. Hij weet het niet. Oh. Nee! Au. Nee! Oh. Koning Opster zal niet tevreden zijn over deze... aanslag, zal ik maar zeggen. Ik heb dus geen bouw. Dat zal ik aan koning Jobster moeten vragen. Hij beschiet me nog steeds. Au! Oké, ik keer terug. Dit is eigenlijk wel best te gevaarlijk, zonder armor. Oeh, dat was een nipte. Het brandt hier nog steeds, of wat? Dit is een varken. Haha, voilà, is een van de beschermuren die ik al gebouwd heb. Fantastisch groot is het gewoon. Ik ga die vlag, denk ik, moeten kopiëren. Ik weet niet of hem die gemaakt heeft, maar ik heb geen wol. Dus dat wordt een mindere. Maar een volgende aanval zal... zal het gras misschien niet afbranden. Handig, hè.